Hoe spijt dat, Evra, hè? Heb je het ook al meegemaakt op de Meir in Antwerpen? Zo een vreemde taal horen waar je niets van begrijpt? Raar, hè? By the way, wat ik net zei in het Grieks, dat is een beetje vloeken in de kerk. Dus laat ik dat maar niet vertalen. Maar wist je dat meer dan de helft van de kinderen in Antwerpen meertalig is? Dat betekent dat ze niet enkel Nederlands leren, maar ook een andere taal. Goed toch? Of zorgt dit net voor een taalachterstand op school? Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar belangrijk daarbij is, hoe voelen die kinderen zichzelf bij hun meertaligheid? Taal leren is meer dan woordjes en spelling onder de knie krijgen. Taal leren is bij uitstek emotioneel. Om inzicht te krijgen in waarom sommige kinderen sneller taal oppikken dan anderen, is weten wat ze voelen bij die taal enorm belangrijk. Want mensen die een taal graag spreken, die zullen die ook meer gebruiken en dus zullen ze ook beter worden in die taal. En kinderen die in beide talen goed spreken, die doen het over het algemeen beter op allerlei vlakken. Op school, maar ook qua welzijn. Daarom ben ik op zoek gegaan naar de emoties die kinderen hebben bij Nederlands en hun thuistaal. Wel, kinderen hebben heel veel emoties bij hun talen. Ze zijn blij, trots en tevreden omdat ze met iedereen kunnen praten. Maar ze zijn even vaak verdrietig, beschaamd en teleurgesteld wanneer dat minder goed lukt. En bovenal zijn veel kinderen bang dat het leren van het Nederlands op termijn betekent dat ze hun thuistaal zullen verliezen. Maar we weten uit internationaal onderzoek dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Wel, stel je eens voor dat je op school steeds de boodschap krijgt dat je enkel Nederlands mag spreken, maar niet je thuistaal. Of dat je consequent als anderstalig wordt bestempeld, terwijl je eigenlijk vaker Nederlands gebruikt doorheen de dag. Je zou toch voor minder denken dat die twee talen elkaar uitsluiten, toch? Omdat kinderen heel gevoelig zijn voor wat hun omgeving over hun thuistaal zegt en denkt, is het belangrijk voor leraren, maar ook voor ons als samenleving, om net die meertaligheid positief te benaderen. Want talen zijn een belangrijk deel van onze identiteit. Denken jullie daaraan de volgende keer dat je op de Meir in Antwerpen een vreemde taal hoort?